En vooral tegenwoordig een hoop te beleven op het gebied van telecom en daarbij hoort natuurlijk een geavanceerde smartphone. Om de nieuwste modellen te bekijken ben ik in Waddinxveen bij Welkom bij Jaap. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom bij Jaap. Ja, dank jij. Prachtige telecomwinkel. Maar volgens mij verkopen die niet alleen maar telefoons, hè? Nee, dat klopt. Zeker sinds de verhuizing naar het nieuwe pand hebben we eigenlijk ook een heel breed assortiment accessoires. Waaronder muzieke accessoires en oplossingen voor in de auto. En wat zijn nou echt de trends op het gebied van telecom? Als we kijken naar hardwaregebied, dan zien we daar toch wel dat eigenlijk de markt zo is dat bijna iedereen tegenwoordig een smartphone heeft. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de nieuwste modellen telefoons. Kun je mij misschien wat laten zien? Ja, zeker. Hier hebben we eigenlijk alle nieuwste smartphones uitgestald van alle merken. Wat is op dit moment bij jullie het best verkochte merk? Apple blijft natuurlijk een merk wat gewoon een hele trouwe klantenkring heeft. Kijk je puur naar het aantal verkopen, dan is dat bij ons denk ik toch wel Samsung. En dat komt omdat ze gewoon een heel breed assortiment hebben. Wat op dit moment de nieuwste is, is de Samsung S6. En dat is deze? Ja. Nou, die is wel heel erg mooi hoor. Hey, en waarom komen mensen nou specifiek naar jullie toe? Ik denk dat het meerdere redenen heeft. Eén, omdat wij echt wel een winkel zijn waar service en persoonlijke aandacht heel erg belangrijk zijn. Je ziet ook dat mensen het prettig vinden dat je alle providers onder één dak hebt. Ja, want wat is daar nou het voordeel van, die meerdere providers onder één dak? Het voordeel is eigenlijk dat je van tevoren niet de keuze hoeft te maken van ik moet alleen bij die provider wil ik terecht. Welk belprofiel je ook hebt, kun je eigenlijk altijd bij ons terecht. Dus voor alle providers en alle merken toestellen. Hey, dit toestel ziet er dus prachtig uit. Maar wat is hier nou zo bijzonder aan? Wat hem bijzonder maakt is voornamelijk het design. Dus het scherm dat doorloopt, dat maakt hem echt uniek. Ja, ik denk dat dit wel het toestel gaat worden voor mij. Dan maar nog iets heel belangrijks. Hoe ga ik dit display nou goed beschermen? Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. En daar hebben we natuurlijk allerlei hoesjes voor. Maar we hebben daar ook het merk Panzerglas voor. En dat is een soort hard plastic laag. Eigenlijk is het van glas. Het bestaat uit vier lagen. Die lagen die zorgen ervoor dat het bijvoorbeeld bij stootschade of valschade, dat de kans dat je scherm nog kapot gaat of een barst erin gaat, dat is aanzienlijk lager. Ja, als jij deze voor mij kan inpakken en die erbij, dan ga ik hier als een heel blij meisje de winkel uit, denk ik. Dat gaan we doen. Yes, dankjewel. Okay. Thank you.